iedereen. Ik ben wel heel blij opgestaan. Want Samuel heeft deze ochtend blijkbaar een zoektocht voor mij geregeld. Dus ik heb al een paar briefjes hier gevonden. Ik stond op en er hing een briefje aan de deur van mijn lieving. Dat ik naar de badkamer moest gaan en de spiegel moest kijken. Daar stond op. Super schattig. Oh, dat maakt te veel lawaai. Dit staat erop. Echt super cute. Wauw. En dan, ja, en het toilet was nog één. En daar was nog één. En bij de Brooklyn Bridge. Bij de kader die ik gisteren heb opgehangen. En nu moet ik kijken op de warmste plek in huis. De plek die het warmste wordt in huis door de druk op een knop. En dan staat er een tekeningetje bij van de oven. Dus dat is die. Dus ik ga kijken. Ik ben kei benieuwd. Okay. Oh. Soms. Hier is het bijna zo heet als dat jij zijt. Als laatste neem je maar bestek om aan het ontbijt te beginnen. Oké, bestek. Oh. Amai, dat is een lange. Oh, dat is lief. Ja. Hij zegt dat hij heel trots is op mij voor alles wat ik doe. En dat hij heel dankbaar is voor alles wat ik voor hem doe. En dat hij uitkijkt naar een zalige toekomst met mij. Oh, wat een schatje toch, hè? Dat is toch echt de liefste ooit. Maar hij heeft het tegenwoordig heel druk met het werk. En niet heel veel tijd. En daar ging het gisteren over. Want we gingen normaal samen naar de fitness. Maar uiteindelijk had hij nog een meeting die heel lang duurde. En ben ik al naar de fitness gegaan. En ik denk dat hij zich zo'n beetje ambetant voelde daarover. En ik merk ook wel natuurlijk dat ik iets minder aandacht krijg tegenwoordig. Omdat hij heel veel werk heeft. Maar ik begrijp dat wel. Want ik ben ook een druk persoon. En ik heb ook veel te doen. Dus ik snap het ook wel, en dat had ik ook gezegd. Dus nu deze morgen heeft hij mijn zoektochtje gemaakt, dus schattig. Maar ja, elke relatie heeft zo wel eens, denk ik, momenten dat druk is. En dan, ja, dan moet je daar vooral mee leren omgaan natuurlijk. Alleen moet je toch nog in die drukke momenten tijd voor elkaar zoeken, wat soms heel moeilijk is bij ons. Omdat als hij dan voor dinsdag tijd had, was ik dinsdag weg. En ja, dan loopt je elkaar mis natuurlijk. En dan was hij al slapen als ik thuis kwam. Dus dan kun je zo niet meer babbelen met elkaar. Maar ja, dan bellen we wel de volgende ochtend even. Om even te zeggen hoe het de avond ervoor was en zo. Maar ja, ik denk dat elke relatie zo met dat wel eens struggelt soms. En ja, dat je dat soms wel eens meemaakt. Maar wij proberen dan toch wel zo lieve dingetjes te doen voor elkaar. Zoals ik gisteren het fotobord had gemaakt voor Sam van het gezinnetje. En nu heeft Sam voor mij deze zoektocht gedaan, wat super lief is. Dus ja, je moet gewoon tijd proberen te maken. Ook al is het super druk, toch zo kleine dingetjes zijn het gewoon die het doen. Hè. Dat is kei schattig. Ik vind het echt super lief. Oké, ik ga nu eten. Maar ik ben alleszins al heel goed opgestaan. Mijn dag is al helemaal goed. Aangekomen bij Laser & Co. in Boulderberg. Samen met mijn kleine zus ga ik vandaag. Die gaat haar oksels laten laseren voor de eerste keer. Dus we gaan samen laseren. Ik denk dat ik de laatste keer moet vandaag voor mijn benen, mijn bikinilijn en mijn oksels. Ik
ben niet zeker eigenlijk. De laatste of de voorlaatste. Ik weet het niet meer van buiten. En mijn zus gaat dan voor de eerste keer haar oksels doen. Annelies gaat eerst. Jokes. En we zijn bij de Soepa, we hebben net soep besteld, dus we gaan nu lekker lunchen. Later. Ondertussen is het 5:30. Ik had al met Celine moeten zijn, maar running late. Dit is mijn outfit. Nieuw overgooiertje van de Pull & Bear. T-shirtje eronder is ook van de Pull & Bear. Zo geel gestreept. Dan heb ik mijn sneakers aan van Pew Pew. Dit is mijn outfit. Ik ga... Oei, sorry katjes. Ik ga nu vertrekken naar Peringen. Naar Celine en Nick. Dan ga ik eerst de babykamer zien. Want die had ik nog niet gezien. Even spuiten. En... daarna gaan we eten. Ik weet niet of wel in de kringenkoersel of wel in de remise. En daarna gaan we naar Leslie. Leslie doet mee aan Expeditie Robinson. En jullie hebben Leslie in het verleden al gezien. Dat is Leslie van Overdrive Sports, waar dat we gingen sporten. En die, we gaan naar de tweede aflevering van Expeditie Robinson kijken vandaag. Beter bezig over botox, hè. De mannen vinden dat maar stom botox. We hebben eten. Ik heb kabeljauw filet met groentjes en kriel aardappeltjes. Bene filet. Jij hebt steak. En jij hebt fish and chips. Smakelijk! We komen meestal nog wel later binnen, maar we misschien al gaan zitten en dan ga ik even speechen. Dus als je even je dingen wilt pakken en dan gaan we allemaal wat laten zitten. Gaan we naar de wc? We zijn aangekomen in de Roxy. We gaan naar het toilet. Ik zit er niet op, maar ik ben er wel. En we gaan zo de aflevering kijken. Ik kon niet echt filmen. Ik heb denk ik wel Leslie haar speech even gefilmd. Maar ik ben kei benieuwd. Leslie gaat het sowieso weer goed doen. Daar ben ik zeker van. Dus we gaan nu kijken. Dus rustig aan beginnen nu. Ik heb hier naast mij ook twee mede-kandidaten zitten. Ik zat daar niet met mijn team, maar wel toffe kerels. Hè. Sommige mensen hebben er al aan gedacht over, dus die mogen speed ook iets zeggen. Om dat recht te zetten. Ja. Verolie, ik weet zelf niet wat er zometeen gaat gebeuren. Dus als er zo gênante dingen gaan gebeuren, ga ik met mijn kop naar beneden kijken. Niks vragen. Nu, zometeen, er zijn ook pauzes, zoals echt in een televisie. Als je iets wilt posten of zoiets, je mag het altijd reclame maken. Ja. Als er vragen zijn of zo, ik heb liever dat je het aan ons vraagt, want wij waren er. In plaats van al die roddels. Wat zeg je? Ja, ja. Je kunt beter aan mij vragen of aan ons. Als er iets is of zo. Dan kunnen we het direct zeggen. We mogen natuurlijk niet zeggen wat de uitkomst is. Maar voor de rest mogen we alles vragen. Ja? Dus ik ben super bedankt dat jullie mij wilt steunen hier allemaal. Ik ben echt blij dat jullie hier komen. En dat was een heel mooi moment. De kamers waren gestopt. En we gingen alle twee teams in het water. En we keken naar elkaar en was zo gelijk respect. Weet je, we keken echt zo naar elkaar en dat was een heel mooi moment. Ondanks dat we een zwart team zaten, hebben de zwartjes altijd respect voor elkaar gehad. Nee, beide teams hebben elkaar gehad. Maar ik zeg Anton ook zo. Ik zit over dat cookie. Ja, als je keihard honger hebt, hè, wie doet dat dan in een keer gewoon zo in de pot? Hè? En iedereen was erbij, dus. Ik zou ook wel kwaad zijn, denk ik. Ja, ik denk jij ook, ja. Ja, ik zou dat niet tof vinden. Ja. Oh, ik zou echt denken, nee, hè. Dat is zo bedoeld, hè. Maar ik snap het wel. Ik zou het misschien ook wel doen, maar ik zou dat niet graag hebben. Ik zou dat tegen mij komen zeggen, maar ik zou het niet voor de hele groep eigenlijk. Ja. Ik zou dan zeker horen dat hij wat tegen daar en ik weet niet hoe moeilijk. Ik zou dat wat diplomaat in aanpakken. Goed, ik vond het wel stom dat jij niet hebt gewonnen.
Ja, nee, maar die fysiek... En ik vond het... Ik vind het ook heel raar dat je niet lastig wordt van die... hoe noemt hem? Frederik. Frederik. Ja, ah, oké. Okay. Ik heb enorm respect voor hem. Ja. Ja, ja. Dat wel. Maar dan nog, iedereen is een beetje hetzelfde. En ik vind ook... Ik vond niet dat hem zo moest doen. Ik vond dat je heel kalm bleef. Echt een toffe kerel. Ja. Respect, maar ja, soms hebben we verschillende karakteren. Ja, maar... Dat is waar. We're back home. Het is bijna 12 uur. En het was super tof. Hey! Hey, scheetjes. Hey, scheetjes. Hey! Daar. Daar, wat is ze? Hey, schatjes. Kom hier. Wie komt er bij mij? Wie komt er bij mij? Kom! Wie komt er? Ik ben benieuwd als er iemand komt. Wie komt er bij mij? Hey! Hey! Komt er iemand bij mij? Oké, okay, niemand komt bij mij. Wie komt er bij mij? Nee, Sam! Kom eens hier. Nee! Kom eens hier. Nee, Kom. Nee, Milky! Milky! Milks! Kom eens hier. Milky, kom hier! Milky! Nee, nee, maar... Nee. Ja, maar jij gaat op de plaats van de snoepjes zitten, dat is niet eerlijk. Ja, met slim wel, hè. Milky! Milky! Nee, Milky. Je maakt de muur kapot. Milky, kom hier! Hey, kom hier! Ja, kom hier! Kom hier! Milky! Zie, Milky komt. Milky komt altijd naar mij. Hey, schat, kom hier, kom! Kom eens hier. Kom! Ja, kom hier! Kom, Milky. Kom maar. Kom hier, kom bij mij. Kom. Oh ja. Haha. Ha. Who's the winner? Ik heb wel een kus gehad van Buffen, hè. Ja, een kop kan dat hij denkt dat je snoepken hebt. Kusje? Hè? Muffin? Laat het nog maar eens zien voor de camera. Ja, kom. Muffin? Kom. Oh. Kus. Kom eens hier. Ja, kom maar hier. Ja, omdraaien. Nope. Nope. Ja, eerst mijn kantje. Nope. Dat was echt heel tof. Ook fijn om Leslie weer terug te zien. Die is altijd zo positief en zo leuk. Dus dat is wel heel tof. En ik ben heel benieuwd hoe haar avontuur verder gaat. Ga je ook, Milky? Ga je ook? We gaan echt heel benieuwd hoe het gaat gaan. Ik denk wel... Dat ze het ver gaat schoppen. Ja, ze is keihard bezig. Maar... Ja, inderdaad. Zegt Sam van achter de tafel. Hey. Die is echt wel heel goed bezig. En ja, ze is wel echt een van de sterkste personen, denk ik. Qua fysiek, sowieso. Maar ook qua karakter. En toch heel lief en eerlijk. Dus ik denk wel dat dat belangrijk is. Dus ik denk echt wel dat ze het goed gaat doen. Hopelijk vonden jullie het ook leuk om met ons mee te gaan en de rest van de dag te zien en Milky te zien. Hé, Milky? Zouden ze het leuk vinden om u te zien, Milks? Milky, zouden ze het leuk vinden? Ik denk het wel, eens schat. Zo cute. Dus zeker thumbs up als jullie het leuk vonden. En wij zien jullie morgen!